Ja, dit wordt heel mooi. Ride and say. Niet in de camera kijken hoor. Voor mij is dat gewoon snoepgoed, Ralf. Dat is qua uiterlijk en hoe die is, dat is gewoon, ik val daarop. Maar dat is helemaal mijn type. Een heel raar plat neusje. En die ogen, die staan een beetje zo. Dan heeft die prachtige mond. Ja, ik kan daar gewoon uren naar kijken. I'm gonna ride and sing. Oh, Lord. Kijk, dit is Hugo Metzers in Egypte. En zijn we daar? Nou, die was toen 6 jaar jonger dan ik. 6 jaar. Okay. Nou, dan hebben we hier Vincent. Even het stof eraf. Vincent was 12 jaar jonger. Hier? Hier was ik 36 en hij 24. Oh, en Will Smith, hoe zit het daarmee? Will Smith? Nou, ja, als het even had. Ik had het best even. Kijk hier met Will. Will? De nu 51-jarige Milena heeft ook een foto van zichzelf waar ze nogal trots op is. Kijk. Nou, die heeft hij in de Playboy gestaan? Nee, schat, die heeft in een panorama gestaan. Oh, daar werk ik nou. Nou, het is wel, ik vind het wel een mooie foto. Het is wel heel mooi. Maar wil je ook met mij naar bed? Hè? Tuurlijk. Want ik val niet alleen op jonge mannen, hoor, bro. In bed met flirtkoningin en mannenverslinster Milena de La Haye. Nou, vooruit dan maar. Sommige dingen moet je gewoon gedaan hebben voor je doodgaat. Oké. Okay. Ik vind alles best maar niet schoenen aan in bed. Oké. Kom maar. Daar? Eenmaal in bed komt het gesprek toch weer snel op de jonge man met de prachtige mond. De eerste keer dat ik Ralf zag was in Paradiso. Toen moest ik iemand aankondigen en hij was het voorprogramma. En ik zag hem en hij lachte naar mij. En ik dacht, oh, was ik maar weer jong. Dat was het eerste wat ik dacht. Hij heeft een lach, dan gaat de zon op. Dus het was ook meteen die lach. Ik was meteen, oh, ja. Verder niet mee bezig geweest, want hallo, nou, er zit gewoon 16 jaar tussen. Hè, en ik dacht, en dan ziet hij er ook nog eens echt jong uit voor zijn leeftijd, vind ik. En aan het eind van de avond zei Jan en Ralf, ik had hem wel een beetje in de gaten gehouden, zo, en hij mij ook, blijkbaar. Ja, ik slaap eigenlijk bij hem, maar ik ga eigenlijk toch liever met jou mee naar huis. Nou goed, voor een keertje, weet je wel. Maar het is niet alleen maar lust. Het is vertedering, moedergevoel en lust. En moedergevoel is een hele, hele sterke drive om van iemand te houden bij mij. Ja. Dus ook de vader van mijn kinderen. Een hele grote emotie was ook, ik wil voor hem zorgen. Ik wil hem koesteren, ik wil hem beschermen. Moeder. Ja. Alles goed. Alles goed, ja. Met jou ook? Ja. Ja. Lekker. Even knuffelen, hoor. Je ziet er goed uit. Dankjewel, schat. Yeah. Jij hebt verschillende relaties met oudere vrouwen gehad, klopt dat? Ja, ja, ik heb nu ook een relatie met een oudere vrouw. Hoeveel ouder? Hij is minder oud dan ik. 12 jaar ouder. Waarom is dat eigenlijk? Is dat, heb je ja, daar zelf... Ik wil geen kinderen of zo. En ik heb gewoon de muziek en dat voelt gewoon heel fijn om met iemand te zijn die dat allemaal heeft. En, het is gewoon een hele spanning die er niet is. Dat er nog vader en moedertje moeten spelen en zo. Hm. Dus voor mij is dat, ja, met Milena ook heel veel plezier gewoon gehad samen. Echt jong en onbezonnen, zou ik verder zeggen. Zoveel mogelijk dan. Ja. Maar ik zat met de voet op de rem. Ten eerste omdat Ralf een vrouwenmagneet is. Dus waar die ook speelt, daarnaast staan 6 hijgende vrouwen om hem heen. Daar moet je tegen kunnen. Dan ben ik best wel ruimdenkend. En ik vind als een jongen in de muziek gaat, dan is de secundaire arbeidsvoorwaarden van muziek zijn leuke meisjes. En daar moet je niet overal nee tegen hoeven zeggen. Dus ik had ook. En daarom kunnen leeftijdsgenoten ook niet tegen me. En wat oudere, ervaren vrouwen misschien beter. Van, joh, je mag best een beetje spelen. He, dat was zo. Maar ja, met Ralf kun je ook niet leven. Want Ralf is, ja, is een soort wolvenkind. Heel ongeremd en grillig. Nog even over die oudere vrouw. Dat is iets wat je er heel erg aantrekkelijk aan vindt, toch? Niet ja, iets... maar zie je het maar eens uit te leggen, Bram. Want als je een liedje mooi vindt, weet je wel, het gebeurt je gewoon. Het overkomt je. En waarom dat nou zo is, ja, kan wel gaan raden, maar ik weet het zelf ook niet eigenlijk.
het triggert mij ook seksueel. Wel? Ja. Hm. En heb je dan ook zo'n soort moedergevoel bij nee, jezelf? Nee, totaal niet. Nee? Nee, meer zoiets van, kom jij maar eens even lekker hier. Gewoon, dat zijn gewoon vrouwtjes, hè? Echt lekkere vrouwtjesdieren. Maar het is ook heel logisch, die jongens die willen altijd natuurlijk als ze jong zijn. En die meisjes, het is heel moeilijk om een meisje te veroveren. Maar als ze wat ouder zijn, dan is het een stuk makkelijker. Want dan is het voor hun aantrekkelijk dat het een jonge man is. Dat is goed voor hun ego en zo. Dus dat schept weer mogelijkheden. Ik heb het nog nooit bekeken. Ja. Wat doe je met het laatste? Dan kan je echt leuke vrouwen krijgen, zoals Milène bijvoorbeeld. Want dat maak je extra aantrekkelijk als je wat jonger bent. Dit is een goed recept voor jullie thuis. Ja. Kijk eens. Oh. Voor de jonge mannen. Ja. Die kijken. Ja. Dan kan je echt een leuke vrouw krijgen die van je eigen leeftijd moeilijk zou kunnen versieren. Alle jonge mannen in Milaans leven dachten er zo over als Ralf. Met de 12 jaar jongere Vincent verbrak Milène heel bewust de relatie, omdat ze vond dat hij toch kinderen moest nemen. Maar die was 24 en ik was toen 36. En ik had twee kinderen en ik wilde niet meer kinderen. En hij zei ook, ik wil geen kinderen. Ik wil jou. Ik zei, ja, maar... En ik voelde dat hij dat wel moest. Maar je gaat me niet vertellen dat jij zo onbaatzuchtig was... dat je in de liefde zijn mensen dat toch meestal. Ja, ik wel. Ja? Ja, hoor. Ik ben ook niet jaloers, want ik denk... Nou, wij hebben wat, hè? Ja. Jij wil liever bij een andere vrouw zijn? Uh-huh. Dan ga ik toch niet zeggen, nee, je moet bij mij zijn? Nee? Nee. Nee, ik wil dat jij gewoon... Ik hou van jou, hè? Uh-huh. Dus wil ik dat jij gelukkig bent. Ja, niet als je... Kijk, als je op toppunt van je verliefdheid bent, dan gaat dat niet. Nee. Hè, ik heb wel eens meegemaakt met Ralf... Was ik, dat we, nou, toen hadden we een beetje wat gedronken en zo. En we waren met vrienden. En hij zoende een vriendin van mij. Mijn beste vriendin. Oh. Die ik dus alles gun. En ik keek daarna en ik zei, dit doet pijn. Dus toen stopten ze ook meteen. Toen was het ook klaar. Maar dat deed pijn. Oh. Maar dat moet je aangeven dan. Uiteindelijk moest Milène Ralf toch laten gaan. Hij had dan wel geen kinderwens, maar was gewoon te wild. Zelfs voor haar. Hier staat mijn huid. Er staat een hele mooie uitspraak in het begin. Die... Dat ligt zo toevallig op je. Ja, nee, dat ben ik aan het lezen. Ja, eindelijk eens een keer. Okay, ja. Dus over de vrouw die valt op een hele. Ja, een man van eenvoudige komaf. Een intellectuele vrouw valt op een vissersman, op een boerenzoon. Mm-hmm. Maar hoe ze die vissersman beschrijft, ik zou er ook meteen op vallen. Maar inderdaad, ze kan er niks mee in haar leven. Maar ze is verslaafd aan zijn lichaam en hij is verslaafd aan haar lichaam. En dat wordt zo mooi beschreven. Mm-hmm. Maar, wat ik dus eigenlijk wou doen... Jij kan het lezen, ik heb mijn brilletje niet op, uit ijdelheid. Ja. Eenzaam is degene die voor niemand nummer één is. Helene Deutsch, ja. Nou, dat klopt. En ik ben voor niemand nummer één. Ja, ik ben nummer één voor mijn kinderen, maar dat telt niet. Mm. Ik heb hele goede vrienden. Mm-hmm. Maar nummer één ben ik voor niemand. Het was gewoon heel serieus. Het was leuk en het is gewoon een hele mooie liefde geweest. En dat leeftijdsverschil heeft eigenlijk alleen maar roet in het eten gegooid voor mij. I need a hand.